Deze sprong van Coralie Jacon, Frankrijk. De zesde finalist komt uit Frankrijk. Een hele jonge Coralie Jacon. Prachtige sprong. Moeilijk ook. Een Tsukahara gestrekt met een dubbele draaiende lengteas heeft een uitgangswaarde van 9,90. Kijk, dat hebben we nog niet gehad in deze finale. En ja, dan moet natuurlijk nog de jury voor de uitvoering gaan kijken wat er niet allemaal goed aan is. En dat is ook te zien, want let maar eens op de landing. Kijk, ze is uit de richting naar rechts te veel. Stapt ook nog buiten die witte lijnen. Dat kost haar zeker 2 tot 3 tiende van een punt. Maar goed, toch. Deze jonge Française, vorig jaar nog junior en nu voor het eerste jaar senior. Tussenstand is dat Petrovski uit Roemenië nog leidt. 9,20 op de tweede plaats. Bammes 9,188. En derde Van den Berg, de tweede Nederlandse finaliste met 9,163. De Française als derde de finale binnengekomen, gaat nu een overslag salto uitvoeren met een anderhalve draaiende lengteas. En dat is een sprong met een uitgangswaarde van 9,80. Kijk, ja, en daarmee laat ze toch het moeilijkste sprongrepertoire zien tot nu toe in deze finale. Dat is veelbelovend, deze Coralie Jacon uit Frankrijk. Frankrijk dat in Sydney 2000 bij de Olympische Spelen in de finale stond en daar achtste werd in het landenklassement. Daarna even een terugval had, maar nu weer met een nieuwe generatie komt in de voorbereiding voor de Olympische Spelen van Athene. Althans, de kwalificatie moet dit jaar worden afgedwongen over 3 maanden in de Verenigde Staten. Maar dat geldt ook voor Nederland. Prachtige aanloop en dan komt die handstand overslag, anderhalf salto, anderhalf draaiende lengteas. Buitengewoon complex. Hier zien we de score. 9,90 is de uitgangswaarde en ze houdt over 9,275.